Gefeliciteerd. Ik kreeg sms'jes met de tekst van ik durfde de laatste minuut niet te kijken. Jij? Ja, ik moest wel kijken. Ja, het was erg spannend op een gegeven moment, hè. Maar zo mooi. Het is echt... ik heb kippenvel. Zo mooi om dit mee te maken. Ook als je ook ziet hoe op het einde voor elkaar knokken. Dat is een groot compliment waard. Wanneer begon het kippenvel? Na de wedstrijd. Ja, hè? Want het was dan toch een lastig gedoe op een gegeven moment. Ja, ja, maar Uruguay heeft ook een hele goede ploeg, hè. Ze hebben erg goede spelers. En wat we vooraf al wisten is dat ze pas stoppen als het fluitsignaal is geweest. En dat is wel bewezen, denk ik. Die gasten bleven ook knokken, maar wij ook. En ik denk allemaal daar een verdiende overwinning. Ja, dat denk ik ook wel. Met goals die eigenlijk allemaal een raar soort uit de lucht kwamen vallen. Allemaal. Ja, ja, op goede momenten ook. Die goal van Wesley valt op een fantastisch moment. En die goal van Robbe ook. Ik denk met een beetje geluk konden we nog de 4-1 maken. Dat dacht ik ook. Ik dacht, jullie gaan die kant op, maar dat ging dan weer niet. Nee. Maar eigenlijk, ben je nog geïnteresseerd hoe het dan gegaan is? Of denk jij ook alleen maar van, het gaat nu om die finale, we hebben gewonnen. Het ging alleen maar om winnen deze wedstrijd. Ja, maar ik denk ook wel dat we het met aardig spel hebben gedaan. We hebben goede goals gemaakt, we hebben hard voor elkaar geknokt. En we vlagen ook erg goed gevoetbald. Dus daar kunnen we ook trots op zijn. En nu? Ja, nu. Herstellen, even afwachten. En dan nog één pot te gaan, hè? Ja, heb jij voorkeur? Nee, ik denk dat het allebei hele goede ploegen zijn. Ik heb een gevoel dat het onze buren wordt. Duitsland, hè? Ja, dat denk ik. Op een of andere manier... Dat willen wij toch ook allemaal? Ja, het zou wel heel mooi zijn. Het zou een herhaling zijn van de geschiedenis. En, een mooie uitdaging. Of het naar Spanje wordt of Duitsland. Het is een fantastische uitdaging en een heel mooi moment om mee te maken in je carrière. Ik kan me deze weer voorstellen. Gefeliciteerd. Dankjewel.